Hoi, even staan blijven en mes laten vallen. Ja, 12-1 gaat kijken. Melding winkeldiefstal. Ze worden beschoten met een shotgun. En aangevallen met... We gewoon de handen... Sta... Stop... Ah! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval Amor. Vandaag gaan we de nacht in samen met mijn vrouwelijke collega. Geen idee hoe ze heet, noem er maar zelf hoe je wilt. Zullen even voertuigcontrole doen. Ja, dat lijkt dus nu op oranje met een groen erdoorheen, maar dat is eigenlijk gewoon stop en blauw staat aan. Groen staat nu aan. Zoeklicht staat aan. Groen staat voor aan, dat ging per ongeluk. Enkelverpak kan open. Zo. Ja, dat had ik geloof ik al in de vorige video met de B-klasse verteld. Dat is zo'n klein dingetje. Kijk, als je dit aanzet, dan zie je wel om je heen tot het licht is. En voor je ook wel. Kijk maar als het nu uitgaat. Je ziet wel, ja, voor je zie je nu even niks. Maar als je groen aanzet, dan zie je het pas echt. Dus dat heb ik wel doorgegeven van luister. Als je groen aanzet, zie je zeg maar meer verlichting dan met werkverlichting dit. Maar ja, goed, mij stoort het niet heel erg, dus ik heb het doorgegeven. Geen bijzonderheden voor de nacht met z'n tweeën in dienst. Ik denk ook niet dat je in de nachtdienst solo rijdt. Ik weet niet waarom ik dat denk. Ik heb gewoon zo'n vermoeden. Die ik bijna wel durf. Waarvoor ik bijna wel durf te wedden dat dat zo is. Maar dat is dus nogmaals een vermoeden. Dat weet ik niet zeker. We gaan gewoon lekker de stad in surveilleren. Noodhulpmeldingen. We zijn inzetbaar. OC-1201 inzetbaar voor de nachtdienst tot 7 uur of zo. We zien wel hoe laat we eindigen. Dat klonk niet echt vriendelijk of zo. Ja, we zijn wat vroeger begonnen met de nachtdienst, zodat we nog... We zijn wat vroeger begonnen. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 6-2, Papa, Hotel X-ray, 7-9-3. No, 1099. Ja, ja. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We've got a bank heist in downtown Vinewood. Ja, er wordt een bank overvallen. Maar ja, zijn er zoveel eenheden te plaatsen? En ja, dan moeten wij leidende eenheid zijn in plaats van het of dan moeten wij opeens leidend zijn over het AT. Dus dat vind ik altijd zo raar. Dus even niet. Zo. Die gaan we even goed gas. Maar dat mag ook wel. Als je daarna inhoudt. Lincoln 18. We've got a person carrying a knife in Little Seoul. Suspect is male. Hoi, even staan blijven, mes laten vallen. Staan blijven. Dat is echt van te voet. Zo met een mes, taser inzet. Meneer, weg daar. Mes laten vallen en liggen. Stoppen. Ik ga nog steeds in de maat.
Okay, you say... Alles onder controle, eenmaal aanhouding, mes hebben we. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Goed, je bent aangehouden voor verboden wapenbezit. Je bent niet de antwoord verplicht in mijn recht op een raadsman. Kun je die niet veroorloven, krijg je er eens van het Openbaar Ministerie toegewezen. Heb je zojuist begrepen wat ik heb gezegd? Vast wel. Je gaat met ons mee. En ik breng je naar het bureau. Ga je in een ophoudcel. Tot max 6 uur komt de hulpofficier van justitie bij je. Oh, sorry. Zo. Goed. Even mee. Ik zet je hier neer. Armen spreiden. Ik ga even fouilleren, hebben we nog niet gedaan. Oké. Kom maar mee. Rijd alsjeblieft prio 1. Hier de cel in. Goed, de hulpofficier van justitie komt over ongeveer 6 uurtjes bij je. Of kan... Het kan 6 uur duren of zoiets. Ja? Oké, okay, wij gaan meteen door. Prio 1. Verkeer moeten we gaan tegenhouden. Zit je? Gooi alles maar aan. Rechts op. Er is een ongeval gebeurd daarachter onder in de tunnel, als het zeg maar, achter ons, daar zo in die tunnel. Een ongeval gebeurd, ons is gevraagd of wij het verkeer erop kunnen attenderen dat er een ongeval is gebeurd. En dat doen we door middel van voor ze te gaan rijden. Hier links gaan we dat doen. En dan gaan we eigenlijk zorgen dat niemand langs mij rijdt. Oh. Langs mij rijdt en gaat inhalen en niet harder dan 10 miles per hour rijdt en dan sla je met auto achter dus. Dus kijk. Alles komt nu achter mij natuurlijk en dan ga je zien dat er altijd wel een motor is of een auto die denkt van fuck you, ik ga echt niet op jou wachten. Voor mij rijdt niks meer, dat is al mooi. Als er iets voor mij rijdt, knallen we hem er gewoon vol op. Maar ja, goed. Of net niet, of net wel, maar... Zo! Nou, die komt vanzelf het ongeval wel tegen. Nou, we rijden wat te hard. Ja, dit is natuurlijk niet de echte gang van zaken, hè. Om gewoon zo slingerend over de weg te gaan. Maar ik hoop dat je in het echt ook snapt, als er een politieauto voor je zo langzaam rijdt, dat je niet gaat inhalen. Ja, zo niet, dan is de volgende vraag of je rijbewijs al hebt en hoe oud je bent. Goed, we rijden ongeveer 10 miles per hour. Het is max, dus... En maakt niet uit of ik dat 8, 7, 6 of 9 of 10 rij. We mogen max 10. Als we maar gewoon niemand met je naald. Maar als het goed is, zijn we er. Ja, tuurlijk joh. Oh, man.
doe je alles zo goed en dan gebeurt je dit. Rij je nou serieus die collega aan? Ik ga hem nog niet eens een stopteken geven. Ja, alles afgerond, yes, mooi. Ja, 12-01 gaat kijken. Melding winkeldiefstal. Om het hoekie. Even gebruik gemaakt van onze vrijstelling. Wel een beetje gevaarlijk, sorry daarvoor. Ik kon die bocht voor je, die bocht waar we net doorreden, die daar kon ik niet zien of er iets aan ging komen. Dus ja. Dan had ik eigenlijk op een ander plekje moeten gaan. Gaan inhalen of eerder. Maar goed. We zijn er. We gaan het horen. En mijn collega, oh, ik dacht dat ze stap niet uit, maar het duurde even. Als goed is zit ze achterin, met de beveiliger. Oh ja, dankjewel. Hallo. Zeg ze, dat is een hij. Ja, we hebben net een poging winkeldiefstal gehad. Gelukkig, nou dat is maar één. Gelukkig heb ik hem kunnen pakken toen hij bezig was. Het gebeurt zo vaak de afgelopen dagen. Alles wat hij... Het totaalbedrag was 164 euro wat hij probeerde te stelen. Oké, nu zegt de verdachte. Nou, agent, zo simpel is het niet. Ik ben recentelijk mijn baan verloren. En ik heb het zijn moeilijke tijden. Ik had echt wat spullen nodig voor mijn kinderen. Ik heb niet veel geld, dus ik moest het proberen. Kun je me vergeven en een andere kans geven? Nee, zo ga ik niet beginnen. Ik wil graag even een ID zien van u. 1998. Goed. Suspended. Hoe kan een ID nou suspended zijn? Dat vind ik altijd zo lastig. Een identiteitsbewijs is ingenomen, ingevoerd. Ja, en dan? Wat betekent dat? Dat je het land niet meer in mag ofzo? Je bent in ieder geval wel aangehouden voor winkeldiefstal. Of niet. Het is de eerste keer. Dus je gaat het eraf krijgen met een bekeuring en een winkelverbod waarschijnlijk en een strafblad. Ja. Dat. Ja. Dus ik ga de bekeuring uitschrijven. Iemand heeft de deur dicht gedaan. Goed, kom naar buiten. Oh, jij niet. Hij. Jij gaat hier staan. En jou moet ik vast... God, non de jukes. Jij gaat hier staan. Kom. Jij gaat even met ons mee naar buiten. Ik heb je gegevens. Ik schrijf ze op. Ik krijg een melding. Ja. Vervolg je weg. En je gaat het allemaal thuis krijgen. Ja, dat was een keer in de video van Jan Willem. Nee, je hoeft niet achterin te stappen. Je kunt er ook gewoon netjes naast mij gaan zitten. Dat is veel vriendelijker. In de video van Jan Willem was er een keer dat hij samen met Lex, die kennen jullie wel... En een collega van hem die ik nog nooit had gezien, gingen ze ook een hele dienst, zeg maar, filmen.
En toen had, of ja, hij filmde wel vaker een hele dienst, maar nu filmde Lekstad. En dat was ook een winkeldiefstal. En daarbij was het de eerste keer en ik kon verder niks vinden bij die meneer. Dus ja, ik ga er ook vanuit dat het de eerste keer was. Dus hij hoeft niet mee naar het bureau. Hij krijgt wel een winkelverbod, een bekeuring en een strafblad. Dus dat zijn de dingen die, die gebruikelijk zijn. We hebben nu de eerste, of ik weet niet meer of het de eerste was. We hebben nu in ieder geval een andere melding. Prio 1. Personen stoppen. Uitstappen. Zijn noodknop, noodknop. Dat doen we niet te roepen, maar stoppen. Wordt schoten. Stoppen. Mensen laten vallen. Ze worden beschoten met een shotgun. En aangevallen met... Stoppen. Jij ook. Staan blijven. Die andere pak die gast met een vuurwapen. Ik heb hem neergeschoten. Collega's gaan naartoe. Goed. Oké, meerdere collega's hier ter plaatse. Dat is altijd mooi. Op knieën. Jij ook. En aangehouden. Oké. Een transportje voor deze twee boefjes. En waar is die people met dat wapen? En neem aan dat hij hier lag. Oké, okay. En dan een shotgun. Dat is geluk van GTA, want ik stond helemaal daarachter. Waar die man nu staat, daar. En als je met een shotgun schiet. Ja, lekker. Dan ga je hem niet... hoe heet het? Dan ga je niet raken. Kijk maar, ik wil best wel schieten op die gast. Zie je? Een shotgun heeft allemaal mini kleine... Wat heb ik eigenlijk gedaan? Oh, nee. Mini kleine bolletjes of zoiets. Die echt gewoon... Je hebt zo'n heel groot... Een grote kogel als het ware. En als je die zeg maar... Als je de shotgun kogel afvuurt... Komen er allemaal minuscule kleine bolletjes uit. Dus daarom zie je ook als je ermee schiet tot de kogels verschillende kanten op gaan. En ja, die bolletjes die gaan dus echt van naar alle kanten op. Dus wat je krijgt als je rechtdoor schiet, ja, als je van voren, ja, dan komt dat allemaal wel in je lichaam terecht. Maar als je hoe verder je staat, des te meer die bolletjes naar links, naar rechts, naar boven en naar onder gaan. Dus voor hetzelfde heb je geluk en raakt maar één klein bolletje of helemaal niks. Maar dat is GTA. Ik weet niet of het echt ook zo is. Dat durven we niet te zeggen. Ik denk het eigenlijk wel. Ik had één spel waar dat niet was. Dat je gewoon van afstand ook kon schieten. Ja, C, we gaan een kijkje nemen. Oh, het is wel ochtend, joh. Ik had helemaal niet door. Drugsrunnertjes gaan daarachter. Mogelijk er vandoor. Stop voor ze dan. Nu staat stop vooraan. Wat gaan we doen? Links, rechts. Ja. We gaan toch naar rechts. En naar rechts, naar rechts, naar rechts. Stop. Oh, daar heb ik die shotgun natuurlijk nog vast. Goedendag. Wil gewoon de handen staan. Stop. Ah! C. Au. Ik kan niet praten. Ik ben er weer bij. Kom, achtervolging. OC. Collega getaserd, verdachten gaan er vandoor. Zwarte Prius, grijze Prius, ik weet niet meer zeker. Ik weet niet of je naar zo'n
taser attack gewoon kunnen opstaan. Maar in principe zou het je gewoon even moeten uitschakelen. Maar niet uitschakelen in de zin van doden. Je hebt even geen controle meer over je lichaam. Maar daarna zul je geen blijvende schade moeten overhouden. Nou, sorry, ik ben nooit getased. Dus ik kan niet met zekerheid zeggen. Al laten zien een taser weggooien waar die ook is. Stoppen. Afstand houden iedereen voor het geval dat hij de taser weer pakt. Ja, mijn collega zit daar klem, die kan hier naar buiten. Ik weet niet of die vrouw er iets mee had te maken. Goed, ik ben in ieder geval aangehouden. En zij verzet zich. Ga nou niet verzetten, we staan hier met 50 collega's. En een FPS drop. Dat snappen we wel. Ja, nu is de vraag, hebben we ook drugs gevonden? Nou, wacht, ik kan natuurlijk wel die auto even doorzoeken. Ik ben bezig met de auto doorzoeken. Daar kan ik in ieder geval kijken of ik iets van drugs vind. En dan ga ik even haar deur doorzoeken. Oké. Dan gaat die alvast mee. Ja, ik kan niet de hele route afrijden om te kijken of zo'n pakketje, ja, zo'n pakketje dus een met drugs hebben gedropt. Normaal gesproken zou mijn collega jou nu fouilleren, omdat zij dat niet kan, ga ik u even snel fouilleren. Maar dus, nee, ik hoef niet. Dit is nou zo vervelend, hè. Dan ga je... Of niet vervelend, ja, vervelend, maar ook gevoelig. Want je wilt haar fouilleren, maar dan ben je daarmee bezig en dan wilt hij ook de auto doorzoeken. En dan ga je twee dingen tegelijk doen. Heroïne gevonden. Goed, mooi. Een mes, een wirecutter. Je mag gewoon gaan zitten. Oké, de auto is weggehaald. Uitstappen. Ik ga je fouilleren. Non, dus u aan het overwerken voor deze piepo's. Meekomen. Even hier staan. Voorwerpen bij die je niet bij mag hebben. Oké, goed. Mevrouw is in ieder geval... Hij had in ieder geval heroïne bij zich. Dus dat is al mooi. We gaan nu de 0 ingedrukt houden. En dan gaan we naar de rechtbank. En dan... Hé! Hey! Kut. Ik heb 0... Oké, ik heb dus blijkbaar... En taser... Oh ja, ik wou net zeggen. Tasering en een police officer. Die krijgt 6 jaar, mooi. Ik heb blijkbaar een foutje gemaakt in de administratie van dit incident. Want ik heb niet aangegeven dat dat ze cocaïne bij zich had. Of heroïne. Dus dat is een fout van ons geweest. Ik weet ook niet hoe ik dat had kunnen doen. Maar goed. Oké, ja, mijn collega die staat misschien hier boven. Nou, ik ga in ieder geval naar het bureau. Ah nee, mijn collega staat hier boven inderdaad. Bodyguard task, look at player. Kom je ook nog instappen of niet? Nou weet je wat, ik ga jou verlaten. Of ik laat je gewoon lekker waar je nu staat. We gaan naar het bureau en dan zit de dienst erop. Het was een drukke, voor een nachtdienst was die druk. Ik heb er geprobeerd rekening mee te houden zo min mogelijk de sirenes aan te doen, et cetera, in de nacht. Maar goed, ik ben ook van mening dat als je tot het aan het verkeer moet liggen. En dan kan er nog zo zijn tot hier iemand ligt te slapen. Maar als hier 5 auto's staan, die ja,
die niet doorhebben tot ik hier met spoed aan ga komen, ja, dan zet ik toch de sirenes even aan. Maar dat hebben we nu al zo vaak uitgelegd en die discussie is ook niet meer zo actief in de reacties als eerst hoor. Even snel groen nog meepakken. En dan sta je hier weer voor rood, natuurlijk. We parkeren hem daar en dan ga ik iedereen nu alvast bedanken voor het kijken. Hoop dat je een hele leuke video vonden en doe dat blauwe duimpje omhoog. Ja, doe eens 250 blauwe duimpjes omhoog. En ja, maar niet uit hoeveel dislikes. En dan zie ik jullie graag weer. Ja, sorry, ik ga toch echt mijn dienst beëindigen. Het is veel te laat. Dan zie ik jullie graag weer over 2 dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. En dat gaat zijn... Nee, ik heb geen idee. Daar moet ik nog in plannen. Ja, doei.